August van Parijs is een geboren en getogen Urselnaar. Hij kent de geschiedenis van het dorp als het ware als zijn broekzak. Urselse vertelseltjes noemt hij ze zelf. Kleine anekdotes en grappige histoires over het leven van alle dag in Ursel door de jaren heen. En die verhalen zijn van allerlei slag. De niet op de stovenpot, nachtelijke klogoleurs. Uh, barriere Tjubekot, chubekot, dat was een, een van vroeger chubekot, uh, dat was dus het kind dat ik beleden ben een landbouwer, ben een boerderij, dus, we dat mochten met peertreinen vanaf mijn twaalf uur. Als kleine jongen maakte August heel wat mee in het dorp. En op zijn negentigste vond hij de tijd rijp om al die mooie herinneringen te delen met iedereen. De Urselse vertelselkens van August werden gebundeld en op CD gezet. Tsoebekot. Het bestond niet meer, maar dat was een klein vierkant gematst balken. En stond dicht bij de Vraaghamstrode in de lochtink van meester Remy. Het was ons dus nog gemeentegrond. Verder deed takot dienst voor het gevangen van Eerslem. Voor een geval dat jullig was, dieven of zatlappen, biddlers of andere gespuis, zelfs muurtners, op te sluiten. We hebben ondervonden dat vooral de, de oudere generatie uh, daar, daar echt van smult. Hè. En uh, ja, uiteindelijk is uh, taal is een van de, van de weinige dingen die ons gaat overleven. Als alles weg is, als we zelf weg zijn, is taal een van de dingen die ons overleeft. En, en dat vind ik uh, een van de meest fascinerende zaken die er, die er bestaan. August was eerst niet van plan om zijn Urselse vertelseltjes op CD uit te brengen. Maar nu hij het nostalgische schijfje in zijn bezit heeft, is hij er best wel trots op. Mijn bedoeling was gewinnen, een vrouw te schrijven. En dat de uh, afprinten bovenop mijn een printer mm -hmm. en dat bewaard in en aan de kinderen geschenkt wordt. Blijkbaar valt dat in de smal van, van veel mensen, mm -hmm. nee, die heren vooral uren van vroeger. En het uh, met mij plezier dat je zoveel bijval ja. En wie een CD met Urselse vertelsel koopt, steunt er ook nog het goede doel mee. Want August geeft alle centen aan de plaatselijke kalier van Ursel. Waar ook zijn zevenjarige achterkleindochter elke zondagnamiddag kan ravotten. Kwestie van subsidies. Ik iets gelezen op internet van de gemeente Oltre. Dan is je een euro euro. Ja, dan dan de vereniging aan veranderen. Dat er veel euro's uitgegeven werden. Zo het zal mij nog meer plezier doen als de mensen van de KLE, als ze daar iets van in hun kasten steken. En gebruiken voor de kleine host. De cd met Urselse Vertelselkus is te koop voor 15 euro op onderstaand adres.